Wat superleuk dat je kijkt naar deze eerste aflevering van onze nieuwe verhuisserie. En voor degenen die me nog niet zo lang volgen en nu denken, verhuisserie, gaan jullie verhuizen? Ja, Dwayne en ik gaan binnenkort verhuizen en dat is vrij snel alweer. Dus daar moet nog een heleboel voor gebeuren. Wij moeten nog meubels uitkiezen, we moeten nog verbouwen, de overdracht moet nog plaatsvinden. En ja, er komen gewoon heel veel dingen bij kijken die we nog allemaal willen laten zien aan jullie in deze verhuisserie. En vandaag draait het allemaal om de meubels, want we hebben een aantal dingetjes mogen uitkiezen in de webshop van VT Wonen. En die meubels die zijn inmiddels ook al binnengekomen. Dus het staat hier nu vol met stoelen, accessoires, dozen achter mij met spullen die ik nog niet kan uitpakken, maar wel kan laten zien via de webshop. En hier voor me ook nog een aantal kleinere items die ik sowieso aan jullie ga laten zien nu in deze video. En het zijn een aantal verschillende dingetjes, dus voor in de keuken, badkamer, maar wel hele leuke dingen. En dan kun je ook een beetje zien wat onze stijl gaat worden in het nieuwe huis. Want wij vinden industrieel, landelijk, Scandinavisch heel erg mooi. En dat hebben jullie misschien ook wel een beetje kunnen zien in onze huidige woning. Maar daar wordt het weer heel anders. Dus dat gaan jullie allemaal binnenkort zien in deze afleveringen. Ik ga nu beginnen met het laten zien van de spulletjes die we hebben mogen uitkiezen bij VT Wonen. En ik wens je zoals altijd weer heel erg veel plezier bij het kijken. Trouwens, voordat ik verder ga met de shoplog, ga ik jullie nog heel even iets leuks vertellen. Er is namelijk een super vette actie op de website van vtwonen.nl/voorjaarshuis. En dat heet Win een VT Wonen voorjaarshuis. En wat je dan moet doen op 19 maart vanaf 12 uur 's nachts, is dat je zeg maar 10.000 euro aan meubels in je winkelmandje stopt. En dan gaat VT Wonen één winnaar uitkiezen die dan kans maakt op 10.000 euro aan meubels. Maar het staat hier ook allemaal nog even beschreven op de website en dat zet ik ook even in de beschrijving hieronder, zodat jullie dat nog even op jullie gemak kunnen teruglezen met alle dingen die je moet doen om kans te maken. Dit is één van de meubelen die we nog in de doos hebben zitten, dus die laat ik jullie nu gelijk ook even zien. Dit is de side table van Riverdale, de Roman side table. En wij vonden het zelf heel erg gaaf om die dan achter de bank neer te zetten en daar gewoon wat leuke accessoires in te doen. En dan hebben we ook nog een bijzettafel, die is ook van Riverdale. En dit is eigenlijk meer een, ja, je kan het als bijzettafel gebruiken, maar ik denk dat wij hem als bankje neer gaan zetten. Alright, dan ga ik nu verder met de accessoires die we hebben binnengekregen. Maar voordat ik verder ga, wil ik nog heel even zeggen dat het kan zijn dat je af en toe een soort van ruisje hoort in mijn geluid. En dat is mijn microfoon die zeg maar hier aan mijn blouse zit aangesloten. En de laatste keer dat ik een video had opgenomen, hoorde ik ook een ruisje doorheen. Ik heb geen idee hoe het komt, maar ik denk ik ga het toch van tevoren even aangeven dat als jullie het horen, dat jullie dan weten dat het aan mijn microfoontje ligt die hier dus aan vast zit. Dus oké, de accessoires. Dit is het eerste wat we hebben binnengekregen. Een super leuk dienblad in metaalkleur en hij is een beetje grijs, maar ook wel vervaagd grijs en dat vind ik wel heel tof, want het geeft hem een soort van ja, vintage-achtige uitstraling, look bedoel ik. En het leuke hieraan is dat hij vakjes heeft, dus daar kan je dan drinken in serveren of je kan het gewoon in je keuken neerzetten en er potjes met kruiden in doen of zo, verse kruiden. Of gewoon ter decoratie in de keuken neerzetten met mooie glazen erin of whatever wat jij leuk vindt. Je kan in ieder geval heel erg veel dingen mee en daarom vonden wij hem ook zo leuk. En die kleur is ook gewoon heel erg mooi, dit past ook gewoon overal bij, dit is ook wel echt ons stijltje. Dus ja, ik vind hem helemaal geweldig en Dave vond hem ook tof. Dus dat is het eerste. Dan hebben we hier nog een superleuk letterboard. En dit is echt zo'n vintage letterboard die je vroeger altijd zag op televisie. Die hadden mensen dan in hun keuken staan of in hun woonkamer met leuke teksten erop. Of things to do. Of dingen die ze nog moesten halen bij de supermarkt. En dat is eigenlijk ook waarom wij hem hebben besteld. Omdat wij hier gewoon leuke things to do's op willen zetten. Of leuke teksten als iemand langskomt. Of een menu als iemand komt eten. En je kan er ook gewoon een planning op maken. Of als ik op vakantie ben en Dwayne is alleen thuis, dan kan ik bijvoorbeeld voor hem een leuke tekst achterlaten voordat ik wegga of zo. Dus die vond ik wel heel erg leuk voor dit soort dingen die je dus ermee kan doen. En hij is ook zwart met wit en dat past ook prima straks bij onze nieuwe interieur. Dus dat is dit bord. What do we have more? Ik heb hier een dekentje. Deze hadden we gekozen voor op onze nieuwe bank. En onze nieuwe bank wordt een beetje grijs, tenminste dat hebben we in ons hoofd. Grijs. Taupeachtig. Hij is wel heel warm grijs. En daar gaat deze sowieso heel erg mooi bij staan. Het is een beetje een, ja wat is het? Het is gemeleerd grijs met beige. En aan de onderkant heeft hij dus van die touwtjes. Dat vonden we ook wel heel erg schattig. En het is gewoon een heel apart dekentje. Wij hebben best wel vaak van die fluffy dekentjes of gewoon standaard wit of grijs. Maar deze is dan wel wat toffer omdat hij gemeleerd is. En dan heeft hij ook nog een stoer logo erop. En hij is van het merk Unshoes. Ik denk dat het iets van een Zweeds merk is of zo. Maar helemaal leuk. Dan hebben we hier nog een superleuk wandrekje.
En dit is een hele aparte kleur. Het is een beetje oud goud of zo. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar een beetje dat vintage-achtige kleurtje. En we weten nog niet precies waar we deze voor gaan gebruiken. Waarschijnlijk komt die in de badkamer. En dat we er dan handdoekjes in oprollen. Dus dat je hier van die rolletjes handdoeken in hebt. Maar we zouden hem eventueel ook in de keuken kunnen ophangen. Of ergens anders. Misschien in de wc beneden. We weten het nog niet. Maar we vonden hem heel erg tof. Dus die wilden we sowieso hebben. Het is ook gewoon een hele mooie kleur. En ik vind het ook gewoon leuk dat je twee laagjes hebt. Waar je dan iets in kan stoppen. Dus dat is dit hele leuke wandrekje. Dan gaan we gewoon even door met het wandrekje, want we hebben er hier nog één. Deze die hebben we wel specifiek gekozen voor de keuken, want in de keuken hebben we wat zwarte elementen, maar de keuken is zelf ook wit. Dus we moeten even kijken waar we het precies gaan ophangen, maar zwart vonden we gewoon heel erg tof. En hier kan je ook heel veel leuks mee, want wij hadden al in ons hoofd om dan hier bijvoorbeeld verse kruiden in te doen. Hieronder, dus twee bakjes verse kruiden. En hierboven kan je bijvoorbeeld pollepels in doen of andere keukengerei wat je niet in een laag kwijt wil, wat gewoon mooi is om hierin te doen. En ja, we vonden hem gewoon heel erg tof. Dus die gaat ook ergens in de keuken opgehangen worden. Dan heb ik hier nog een super gave spiegel waar we allebei heel erg blij mee zijn, want deze is echt heel erg groot. Hij is ook best wel zwaar, dus ik ga hem nu weer heel snel neerzetten. Maar wat we hier zo leuk aan vonden is dat hij zo'n hangsel heeft. En ik weet niet of jullie het wel eens hebben gezien hier in onze woonkamer, dat we twee van die kleine hangspiegeltjes hebben hangen op de muur. Nou, dit is dus gewoon hetzelfde idee, maar dan is deze heel erg groot. Dus die vind ik wel tof voor in de wc beneden of misschien zelfs voor in de badkamer. Of in de woonkamer of ergens anders. Maar hij is wel heel erg tof omdat hij ook gewoon helemaal zwart is en rond. Dus ja, dit is ook zeker een item waar wij heel erg blij mee zijn. Waar we blij mee zijn, dat bedoelde ik. Ik ga hem weer even voorzichtig terugleggen voordat ik het beschadig. Oh. Alright. Het volgende wat ik jullie wil laten zien is deze ladder die achter mij staat. En die ga ik nu niet optillen, want Nissa die ligt er precies voor. En ik vind het anders zo zielig om haar weer opzij te schuiven. Maar dit is gewoon een witte ladder die je ter decoratie kan neerzetten in je woonkamer. Een leuk kleedje eroverheen kan hangen of een tijdschriftje of iets anders. Of eventueel in de badkamer als we daar nog genoeg ruimte hebben om dan de handdoeken daar overheen te hangen. Dat ze daarop kunnen drogen. Ik vond het wel leuk dat die wit was. We zaten eigenlijk te twijfelen tussen zwart en wit. Maar we hebben nu natuurlijk best wel veel zwarte elementen. Dat we dachten, oké, laten we het gewoon weer even wit doen. En we kunnen er altijd nog wat verf overheen doen als we een andere kleur willen. Maar deze is dus gewoon helemaal van hout. En je ziet ook dat er een beetje overheen geschilderd is. Dus dat het niet zo strak glanzend wit is. Maar wel gewoon een beetje dat ouderwets grof geschilderde wat wij mooi vinden. Dus dat is deze ladder. En dan heb ik hier nog twee stoelen voor me staan. Die ga ik ook even erbij pakken. We hebben eigenlijk in totaal drie stoelen uitgekozen. Maar we hebben dus een mix en match idee voor onze eettafel. Dus wat we dan willen is dat we dus drie verschillende stoelen hebben keer twee. En twee van die stoelen die kan ik niet in elkaar zetten zelf. Dat gaat Dwayne nog doen als hij terugkomt van vakantie. Maar twee van die andere stoelen die waren al in elkaar gezet. Die hebben we gewoon zo binnengekregen. Dus die kan ik wel laten zien. Dit is hem. Dit is stoel nummer 1. En dit is een metaalgrijze stoel. Heel erg tof. Echt een beetje dat ouderwetse retro stoeltje. Wat je vroeger altijd zag bij mensen thuis. Wij vonden hem heel erg gaaf om dus te combineren met nog andere stoelen. En ook dit is weer een beetje dat Scandinavische. Wat je tegenwoordig ook heel erg veel terugziet. En dan combineren mensen dat dus met andere stoelen. En dat ziet er heel erg leuk uit. Dat gaan jullie allemaal zien in het nieuwe huis. Maar ik ga jullie... De andere stoel ook nog even laten zien. Kijk, dit is dan de andere. Deze is ook heel erg tof. Ik vind het echt super raar dat ik nu met een stoel in mijn hand zit en het aan jullie laat zien via de camera. Maar dan hebben jullie in ieder geval een beetje een idee wat voor eetstoel wij hebben. Eetstoelen. Dit is echt een beetje zo'n Scandinavisch stoeltje. Die zien jullie heel erg vaak denk ik wel terug. Als je op Pinterest kijkt is het echt een van de populairste stoelen volgens mij met die gekruiste poten. En ook deze hadden ze in heel verschillende andere kleuren. En wij vonden de zwarte dus wel heel erg tof. En van die andere stoel die ik net liet zien hebben ze trouwens ook... heel veel verschillende andere kleuren. En dan was dat alweer het laatste wat ik jullie wilde laten zien in deze interieurshoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat wij allemaal hebben uitgekozen. Zodat jullie ook een beetje een idee hebben hoe ons steltje precies gaat worden. En misschien heb je er nu zelf ook wat inspiratie uit kunnen halen. En zo ja, doe dan een duimpje omhoog als je dit leuk vond. En vergeet ook zeker niet mee te doen aan de winactie van VT Wonen. Want je kan dus kans maken op 10.000 euro aan meubels. En dat is echt heel erg veel. Dus check even alle informatie in de beschrijving hieronder. En dan zien jullie mij heel snel terug in een volgende video. En vergeet je niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van onze hele verhuizing. En hopelijk tot de volgende keer.